Rachel Hazes is de laatste tijd voornamelijk in het nieuws vanwege haar brasserie aan de Spaanse kust, maar vragen reizen over haar Amstelveense theekraam. Is deze nog steeds van haar? In een gesprek met de party verduidelijkt Rachel de situatie rondom haar theekraam in Amstelveen. Ze beweert dat de kraam nog steeds haar eigendom is, maar haar bedrijfsleider heeft interesse getoond om de zaak over te nemen. Rachel prijst haar bedrijfsleider en geeft aan dat deze graag de zaak wil voortzetten. Gezien de goede locatie en het sterke team. Hoewel ze overweegt om de zaak aan haar bedrijfsleider te verkopen, sluit Rachel niet uit dat ze het aan iemand anders zou kunnen verkopen voor mogelijk meer geld. Ze benadrukt echter de loyaliteit van haar bedrijfsleider, die veel voor haar heeft gedaan, vooral tijdens de periode dat ze voor haar zoon Douayère zorgde. Rachel kijkt niet meer om naar de theekraam in Amstelveen en concentreert zich nu op haar Spaanse brasserie. Ze deelt enkele wijzigingen die ze heeft aangebracht, Zoals het vervangen van een zwart-witte vloer door antracietgrijze tegels vanwege veiligheidsredenen. Ze benadrukt de uitdagingen bij het vinden van de juiste tegels in Spanje en hoe ze uiteindelijk besloot om voor een minder gladde vloer te kiezen. Ondanks de obstakels lijkt Rachel vastbesloten om haar Spaanse onderneming tot een succes te maken, terwijl ze tegelijkertijd de erfenis van haar Amstelveense theekraam in overweging neemt.